is er nou op graafgebied internationaal sterke en zwakke graaflanden? Ja, de Scandinavische landen zijn de sterkste concurrenten. Ja, ja? En waar kunnen ze nou helemaal niet graven? Dubai en zo deed mee, hè? Ja. Die zuidelijke landen, die werken met mindere spullen. Spanje deed ik doen ook niet. Om nou Europees kampioen te kunnen worden, hoe lang moet je dan oefenen? Ja, dat is moeilijk te oefenen. Dat moet je helemaal meegekregen hebben, dat inzicht. En je moet behendigheid hebben. En wanneer zaten jullie al op een graafmachine dan? Ja, 6-7 jaar, dan mocht je er al mee spelen. En dat vind je natuurlijk machtig mooi, met zo'n ding werken. Ja. Ooit in een kuil gereden, dan wel gevallen die je zelf gegraven hebt? Oh, dat gebeurt wel eens. Ja. Echt waar? Ja, dat komt wel eens voor. Ja, hoe kan dat dan? Ja, je hebt zoveel om je heen en er gebeurt zoveel. En aan alle kanten kom je ogen tekort eigenlijk met zo'n machine. Het blijft gevaarlijk en goed uitkijken. En zelf heb je ook wel eens wat. Kun je even een kort graafwedstrijdje doen? Eén, twee, drie! Is dit een standaard uitrusting bij een graafmachine? Bij de meeste wel, maar sommigen die hebben het niet. Want op die kouse voeten gaat het beter? Ja, dan kun je beter je pendalen aanvoelen. Ja. En dan kan ik secuurder werk afleveren. H-E-N-K, Henk. Ik ben niet altijd dat iemand mijn naam foutloos weet te spellen, van harte. Wat mij opviel, jij kan alle kanten opgraven. Ja. En de bedoeling is natuurlijk dat wat jij met de machine doet, dat je mensen helpt, zodat ze het niet met de hand hoeven te doen, toch? Als jij je werkt... Als je zelf even meeloopt en zelf ook met de schep gelopen hebt, dan weet je wat het is om te scheppen. En dan snap je dat beter om alles te proberen met de machine weg te halen. Zou ik heel even mogen? Natuurlijk. Wat kost zo'n machine trouwens? Ja. Deze kost 150.000 euro. Ja, lekker. Oeh. Met deze twee hendels. Ja? Oh. Dat is omhoog. Ja. En doen we hem naar voren en dan gaat hij de andere kant op. Oeh. Is dat normaal? Kan die omvallen? Wacht maar even. We doen even de stempels uit. Oh. Kijk, we staan als een huis. Er kan er niks gebeuren. Ja, ja. Oei. Stay on the scene. Get on up. I like a sex machine. Get on up. Get up. Get on up. Get up. Get on up. Stay on the scene. Get on up. Maar kan je bij wijze van spreken ook, ik zeg maar wat, een bierflesje ontkurken met zo'n ding? Dat zal ook wel lukken, ja. Dus als ik mijn flesopener aan zo'n ding vastdoe, dan weten jullie hem... Dat zal wel lukken, denk ik. En ter inspectie, geen stukje glas eraf. En het was echt bier. Ja, ik denk, ik wil toch even testen of het echt bier was, want anders moet het over, hè? En koud, hè? Ja, dat is knap. Is echt heel knap. Voilà. Alleen het kapje eraf. Jongens, mag ik jullie hartelijk danken. Ik weet weer precies wat ik u vanmorgen wilde vertellen. Het zit namelijk zo... Ach, eigenlijk is het vermelden niet waard. Dit is veel spannender. Met een wiggelroede zoeken waar... Kijk, en hier wordt hij gek. Hier, Joep. Alsjeblieft, graven maar. Tot volgende week, we delen de opbrengst van oliebronnen. Doe je dit, dat hij ook nog zo? Ja? Ja. Hebbes! Yes!
Het zit nog wel wat werk aan, als je een dagje naar het strand wil. Ja. Toch? Boven de bank houden. Oh, wat een liefje.